En dan nu? Het is strijdig met alle begrippen van etiketten om met de linkervuist een vork te omklemmen die men loodrecht in een stuk vlees heeft gestoken en ze met de rechterhand die het mes houdt er plakken van af te zagen. Hallo kijkers! Vandaag ga ik het met u hebben over de Week van de Vegetariër. Die begint aanstaande maandag 7 oktober. Toen ik ooit besloot om geen vlees meer te eten, vroeg een tante van me of ik dan ook geen vis had. Ik ben geen katholieke vegetariër, antwoordde ik, en toen was ze een beetje gepikeerd. Ik heb een jaar of 15 helemaal geen vlees gegeten, en sinds halverwege de jaren 90 doe ik dat weer wel, maar dan wel lekker, en zoals dat tegenwoordig heet, met eerlijk vlees. Nijmegen is de afgelopen week benoemd tot Vegastad van het Oosten, en de komende week is er landelijk meer aandacht voor vegetarisch eten. Dus volgende week eten we wat minder vlees. En nou niet meteen van die vega-burgers gaan kopen voor het oog, maar gewoon eventjes verdiepen in wat lekker combineert aan paddenstoelen, noten en peulvruchten. Misschien besluit u dan wel voortaan om af en toe geen vlees meer op het bord te leggen. Is helemaal niks mis mee. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Smaakt ook wel erg lekker. En als je dan vlees koopt, koop dan geen plofkip, opfokvarken of kweekkoe, maar ga gewoon een keer naar de scharrelslager, want daar hebben we er minstens een stuk of drie van in Nijmegen. Bedankt voor het kijken en eet smakelijk! Ik blijf dit toch lekker ruiken vinden. En soms dan kan ik me ook niet beheersen als ik door de Hertogstraat fiets.